Een inbraak kan een enorme impact op je hebben. Voorhouter Ed Slobbe kan hierover meepraten. Bij hem werd helaas op oudejaarsavond ingebroken. Kun je wat meer zeggen over welke impact dat het heeft gehad, misschien nog wel heeft, op je gezin, op jezelf? Nou, de impact is eigenlijk groter dan ik van tevoren ooit bedacht had. Niet zozeer voor mezelf, maar voor het gezin. Je privacy wordt met voeten getreden. Dat is toch een basisbehoefte. Het gevoel van veiligheid krijgt dan een enorme knauw. We zijn in je huis geweest. Als ik kijk naar met name mijn zoon, 8 jaar. Ja, die is erg bang. Dat werd in de loop der tijd niet minder, alleen maar meer. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment professionele hulp bezoeken. Dus ja, dat zijn wel heftige dingen. Daar word ik dagelijks mee geconfronteerd door zijn bangheid van dat het gebeurd is. Welke maatregelen hebben jullie genomen en welke tips zijn er mogelijk nog voor anderen? We hadden al keurwerk veilig wonen sinds het begin dat we hier woonden. Maar dat is al heel wat jaren geleden dat dat verkregen was. We hadden gewoon een expert bij, die komt langs en die wijst op de zwakke plekken. En zo hebben wij ook toch wel plekken kunnen aanpakken, relatief eenvoudig. Waardoor het toch moeilijker wordt om binnen te komen. En dat is eigenlijk wat je wil, hè? Dat als ze willen inbreken, zeggen nee, dit is te lastig, ik ga naar het volgende huis. Ook bij de politie staat inbraakpreventie hoog op de agenda. Door middel van campagnes en acties vindt een voorlichting plaats. Gemeente, politie en onze inwoners werken hierbij nauw samen. Wat zie je als wijkagent wat er op dit moment aan inbraken gebeurt in onze gemeente Teylingen? Nou, ik zie dat het verhaal van inbraken nog wel speelt. Vorig jaar hebben we er 73 gehad in gemeente Teylingen. 73 te veel. Het enige voordeel, als je dat al een voordeel zou kunnen noemen, is dat we zien dat het steeds meer bij een poging blijft. Dus dat betekent dat we zien dat preventiemaatregelen helpen. En er zijn een aantal dingen die je kunt, maatregelen die je kunt nemen om inbraken te voorkomen. Goed hangen sluitwerk. En als je het dan al hebt, doe het dan gewoon op slot. Als je een poort hebt, doe er een slot op en doe je poort op slot. Heb je een achterdeur, doe hem op slot. Weet je? Je kan er een slot van €600 in hebben zitten. Maar als je hem niet op slot doet, dan wordt het wel heel eenvoudig voor inbrekers. Hoe werken politie, gemeente en inwoners nou samen in onze gemeente? Veiligheid in eigen hand nemen, samen met bewoners. Wij kunnen dat niet alleen, bewoners kunnen dat niet alleen. Dus we zoeken vooral de samenwerking, we zoeken de gemeente daarbij op, we zoeken partners daarbij op. Dus dat heeft WhatsApp-groepen tegenwoordig, dat is ook zo'n fenomeen, heel simpel te organiseren. Je hebt een groepje in de straat en je houdt elkaar op de hoogte van rare dingen die er gebeuren. En dat zijn dingen die heel makkelijk te organiseren zijn. Dus daar zoeken we de mensen in. Proberen zelf zoveel mogelijk aanwezig te zijn op tijden dat het nodig is. Op locaties waar het nodig is aan de hand van cijfers. Dus wat we verwachten en aan de hand van vorig jaar is dat we misschien wel een stijging hebben in de gemeente Teylingen op het moment dat het warmer weer wordt. Maanden juli, dat hebben we vorig jaar ook gehad. Dus wat we proberen is in die periode, aanstaande periode, meer inzet, maar ook meer preventie te doen. Om mensen gewoon bewust te maken van het feit, je raam dicht doen. Ja. Dat is belangrijk. Je kunt zelf dus heel veel voorkomen. Je kunt zelf heel veel doen. Ja, ja. Niet alles, maar je kunt bijna alles zelf organiseren.